Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Live vanuit Den Arenberg. Ik zit hier met de geweldige Johan Petit. Ja. En Johan, we hebben een titel gekregen. Er was is een alien in een party satelliet. Whatever dat ook mogen zijn. Hier gaan we dan. Zit je klaar? Ja. Er was is een alien in een party satelliet. Ja, en die wier in die party satelliet wakker. En die dacht, what the fuck? Hoe ben ik hier gerokt? Waar ben ik? Want zelf wist hij niet dat hij in een party satelliet zat. Met een party satelliet, je moet dat weten, dat is eigenlijk een vliegende discotheek. Dat is naar La Rocca die aan het vliegen is. Ja. En die alien was nog nooit naar La Rocca geweest. Die had echt zoiets van, wow, ik ben normaal gewoon aan het vliegen en nieuwe werelden aan het ontdekken. En ik word hier ineens wakker tussen de zware techno. Ja, en die party satelliet is dus ook, ik weet niet of je dat weet, maar dat is gewoon hier in Arendonk een aantal party satellieten. En die zat dus in een van die party satellieten in Arendonk. Terwijl normaal vliegen die rond de aarde, maar nu waren die gewoon in Arendonk. Op het meer van Arendonk, daar dopperde die rond. Ja, ja, sinds vorig jaar hebben ze daar een nieuw meer aangelegd. Er is een put geschupt, er water in je, en sindsdien is er een meer. Ja. Alright. En die alien wordt wakker en die hoort je techno en die voelt die vibe. Die begint te gaan, die begint te dansen. En rond hem zitten allemaal gewone mensen die ook... Die helemaal anders zien dan hem en die beginnen mee te dansen en de sfeer grokt er echt in. Ja, en die alien is ongelooflijk ontgaan. Die denkt, alright, dat is hier... En die vergeet wie dat hem is. Hij vindt dat ongelooflijk. Hij begint ook met allemaal mensen te klappen. En die zit zo in die vibe dat hij eigenlijk niet bezig is met het feit dat hij de enige alien is tussen al die mensen. Die is eigenlijk zo hard om te amuseren. Maar na een tijd begint hij dat toch gewaar te worden tot dat hij anders is. Dat hem anders is dan de anderen. En... Ja. Hij begint ook wel op te vallen dat die mensen anders naar hem beginnen te kijken. Ja. Zo, hij is de migrant in Arendonk. En dat viel niet zo gemakkelijk. Ja, dat is toch een soort... dat was een hartverscheurend gevoel. Waar dat hem helemaal niet goed van met. Dus hij gropt heel die dansvibe kwijt. En hij denkt, ik moet toch op een of andere manier... ik wil terug naar huis, was man, denk ik. En hij vroeg ook van... Weet er iemand waar ik vandaan kom? Weet er iemand hoe ik hier ben terechtgekomen? En toen was er een griet, Anna Karenina, die uit Rusland per toeval in Arendonk verzeild was. En omdat van mensen komen van heel de wereld naar al die party-satellieten. En Anna Karenina zei, in Moskou heb ik nog zoiets een gast gezien, gelijk als jij. En dat zijn meestal de gasten die uit de vliegende schotels zijn gegooid door hun eigen soort. Die vliegen hierover en dat wil zeggen dat ze eigenlijk een beetje beu waren. En die gooien nu eruit alsof je als ware een ambassadeur waart van hun in deze nieuwe wereld. Ah ja. En toen besefte... want hij wist ook niet meer... hij was wakker geworden. Hij dacht, what the fuck, maar ook wie ben ik? Die vraag was natuurlijk ook al heel veel door zijn hoofd gespookt. En toen besefte hij, ik moet die soortgenoot in Moskou, ik moet die vinden. Dus die had zoiets van, ja, ik moet daar naartoe. Nu, hij is hem gaan zoeken en hij heeft hem gevonden. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Pakt minder ecstasy. Slaap lekker. Dames en heren, Johan Petit.